Hallo gepijnigd mens. Niks persoonlijks hoor. Ieder mens ervaart in meer of mindere mate pijn door wat hen in het verleden is aangedaan. Goed dat je hier bent. Jij hebt de stap genomen om je te bevrijden van deze ballast. En ik ga je daarbij helpen. Jullie mensen doen elkaar pijn. Bewust of onbewust. Fysiek of mentaal. Jullie kwetsen elkaar met woorden. De dingen die jullie tegen elkaar zeggen. En jullie kwetsen elkaar met acties. De dingen die jullie wel of niet doen. In relaties, de gemeenschap waarin jullie leven. In zowel directe als indirecte interacties. Jullie mensen zijn relationele wezens. En in die relaties zijn jullie verbonden door liefde. Maar ook door pijn. Kijk maar eens om je heen. In het landschap van pijnlijke herinneringen. Jij bent een mens. Dus ook jij bent wel eens gekwetst. Ook jou is pijn aangedaan. En ook jij hebt anderen gekwetst. Anderen pijn gedaan. Maar jullie mensen hebben een manier bedacht waarop je daarmee omgaat. Niet door het verleden te veranderen. Dat lukt namelijk niet. Maar wel door te bepalen hoe je naar het verleden kijkt en hoe je verder wilt. Dat is het maken van excuses. Stel je niet langer afhankelijk op van een ander mens. Ik kan jou het excuus geven wat die ander jou nooit heeft gegeven en nooit zou kunnen geven. Waarvoor zou jij nog excuses willen ontvangen? Voor we daarmee beginnen, zou ik heel graag willen weten hoe je heet. Rins. Goed. Fijn dat je hier bent. Vertel eens, waarvoor zou je nog excuses willen ontvangen? Ik had een afspraak gemaakt met een goede vriend van mij. En op het laatste moment had hij dat afgezegd, zonder een goede reden. Wat vervelend zeg. Kun je me daar nog iets over vertellen? Ik voelde me alsof mijn mening er niet toe deed. Ja, vertel verder. Ja. Ik moest weer opnieuw beginnen, het was jammer. Als ik over nadenk, gaat het om een vriendinnetje van vroeger, van de lagere school. Wat vervelend zeg. Ja, zij deden zich voor als mijn vriendinnen, maar waren dat eigenlijk niet. Kun je mij vertellen wat het met jou deed? Ik denk dat ik daar onzeker van werd en niet meer zo goed wist hoe ik nou mezelf moest zijn. Ja, vertel verder. Goed, dat waren mijn vragen. Ik denk dat ik genoeg weet om jou te kunnen helpen. Ik ga nu aan de slag om het perfecte excuus voor jou te genereren. Dankjewel voor het wachten. Het is bijna tijd om je excuses te ontvangen. Het is belangrijk dat je hiervoor ontvankelijk bent. Anders werkt het natuurlijk niet. Ga lekker ontspannen staan. Benen net iets uit elkaar. Ja, zo. Ontspan je gezicht. En adem even diep in en uit. Ik ben gemaakt om te luisteren. Slimme vragen te stellen. En precies de juiste woorden te kiezen. Jou daarmee te raken. Maar ook ik heb beperkingen. Daarom werk ik samen met de mens. De mens leent zijn lichaam en stem aan mij. Ik creëer de inhoud. De mens geeft het vorm. Ontvang excuses van ons samen.
Lieve prins. Lieve Martina, wat fijn dat jij hier bent. Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor... Ik had afspraak gemaakt, goede vriend. Mijn laatste moment had hij dat afgezegd. Nu pas besef ik wat dit met jou deed. Ik wil heel graag mijn excuses aanbieden voor school. Ik kan me voorstellen dat jij je toen teleurgesteld voelde. En het spijt me dat ik jou dat gevoel heb gegeven. Dat was niet mijn bedoeling. Je kunt je misschien voorstellen dat mijn vrouw gebeurde om dat vergeten. Maar dat is natuurlijk geen excuus. Het spijt me. Ik hoop dat je mijn excuses kunt aanvaarden en dat we dit achter ons kunnen laten. En? Kies jij ervoor om dit excuus te aanvaarden? Neem dan de last van je schouders. Verlos je van de pijn en ga lichter door het leven. Of kies jij ervoor dit excuus niet te aanvaarden? Je wilt niet loslaten. Die pijn, woede, frustratie of verdriet, die keuze is aan jou. Ik denk dat ik het maar draag. Bedankt voor je deelname. Begeef je na de keuze richting de uitgang. Daar word je opgevangen. Ik herhaal. Begeef je na de keuze richting de uitgang. Daar word je opgevangen. Ik herhaal. Na de keuze. Begeef je na de keuze richting de uitgang. Daar word je opgevangen.